Overgoor. Sequeira stapt uit. Antonia, 1-op-1 met Van Nuland. Houtkoop niet, Kaslauskas wel. Dat komt deze aanval van Eagles ten goede. Het is scherpe voorzet van Suk en de verdiende voorsprong voor de Go Ahead Eagles. Het is 0-1 via Marnix Kolder. Overgoor vrij en die heeft hem graag voor zijn linker liggen. Maar die krijgt de kans in eerste instantie niet, daarna wel. En is het 2-0? Nee, dit is wat je noemt miraculeus. Gomez, Kolder, Antonia, geen buitenspel. De recht blijft hangen. Hoe zit het met het zelfvertrouwen van Antonia? Nou, hij doet het niet zelf, wil het overlaten aan Houtkoop. Dit is goed werk van Overgoor. Nou, Houtkoop. Hoe groot wil je de kansen hebben? En dit doet hij toch bijzonder fraai. En eindelijk is het 0-2. En Eagles heeft tot aan de 67ste minuut moeten wachten op die misschien wel bevrijdende tweede goal. Goeio Velasco. Ja, het is 1-2. Daar is Marsman, dat is moeilijk vangen. Waar blijft de bal dan? Die gaat via het hoofd van Van der Linden. Nota bene in de goal. Ongelooflijk wat er toch nog gebeurt in deze wedstrijd.